De Noordzee met zijn vele zandbanken bezorgt de scheepvaart veel moeilijkheden. Een van de beruchtste is de Razende Bol voor Den Helder. Heel wat schepen zijn hier in de loop der eeuwen op een stormachtige nacht gestrand en vergaan. Om de navigatie te vergemakkelijken zijn overal langs de kust vuurtorens gebouwd. De grootste daarvan bevindt zich vlak ten westen van Den Helder bij Huis Duinen. De toren reist 65 meter boven de duinen uit. Kort geleden heeft deze lichttoren, zoals de officiële benaming luidt, een nieuw optiek gekregen, waardoor de sterkte van het licht aanzienlijk groter is geworden. De lichtbron is een lamp van 5000 watt die zich midden in het lenzenstelsel bevindt. Hij wordt automatisch in het brandpunt geplaatst. Het nieuwe optiek, de nieuwe lens dus, bestaat uit ongeveer 1000 rondgebogen stukken, 5- en 3-hoekig kristalglas, die het licht door hun reflecterend vermogen sterk samenbundelen. Indien in de elektriciteitsvoorziening een storing ontstaat, wordt automatisch een gaslamp in het brandpunt geplaatst. Het licht wordt dan aanmerkelijk minder sterk, maar het Bakenhuis Duinen blijft licht uitstralen. Als de avond valt en het grote licht van de natuur uitdooft, dan flitsen in de lichttorens de lampen aan. Kilometers ver werpen zij hun lichtbundels de zee in. Voor de schepen die in de diepste duisternis hun weg naar een veilige haven moeten vinden, zijn ze onmisbare helpers. Zo gaat dat.